Nou, je ziet het mensen. Ik moet dus deze clip in een week gaan produceren met alles wat Guy net bepaald heeft. Dit is Guy, 5 jaar en een legend for life. Ik heb dit gepikt! Een paar weken geleden hadden Guy en ik dit gesprek. Moeten wij niet gewoon een keer een videoclip gaan maken? Dan wil ik wel alles bepalen. Dus laat ik Guy vandaag allemaal keuzes maken voor zijn videoclip. Die ik dan vervolgens moet gaan fixen. Dat je in het museum even iets schiet. Dit wordt lachen. Guy, ik ga jou vandaag een plaatje laten zien, ja? Ik heb hier 4 plaatjes. Dit is een weiland, speelparadijs, kasteel en bioscoop. Oké. Ik heb er echt koulo veel zin in. Gewoon een lekker videoclipje weer schieten. Het is toch wel even spannend, want als ik met Guy 1-op-1 gewoon ga chillen, dan is hij gewoon zichzelf. Met camera's erbij en crew en dat soort dingen. Daar, ik weet niet hoe die daarmee is. Ik hoop gewoon dat hij een beetje lekker in zijn vel zit vandaag. I don't know. Teampietje. Hey Guy, waar zijn we? Ja. Zeg eens even waar we zijn. Allemaal veel. Allemaal spul. Moet je niet eerst even plassen of ben je al geweest? Is ja, je al geweest? Nee. Niet liegen, hè? Oh! Hey, kijk. Ja, dit is Jasper, normaal gesproken director. Maar vandaag is hij even alleen cameraman editor, want hier loopt de director. Wow, yo! Kijk hem dan! Dit is een Joker. Dit is nog de Mask. Dit is een stoere man en Batman. Wie moet. Oh! Die heb jij uitgekozen. Kom je me nu even sminken? Kom maar. Lekker, maat. Zo. Je bent wel lang met één oog bezig, al moet ik eerlijk zeggen. Ja, die oog moet eerst. Oh, mijn hemel komt groen. Kijk even naar mijn gezicht, kom eens hier. Maf Kees, zie ik er goed genoeg uit? Ja. Oké, let's go. Hey. Guy, we zijn klaar voor vandaag. Ben je tevreden? Je ziet er helemaal niet uit. Parkeerplaats. Ja. School. Oude loods. En de bowlingbaan. School. Stop. Guy heeft een soort van nieuwe fetish voor van dingen afspringen. Dit zijn allemaal hele gekke kapsels. Welke van deze kapsels moet ik doen? Welke zou jij stom vinden? Ik zou deze zak stom vinden. Nee! We beginnen vandaag met het haar. Dat is amazing. Vind je het mooi, set? Ja, die moet niet zo binnenkomen. Het is ook leuk om een act in de clip te hebben. Iemand die kunstjes kan. Jong leren, BMX stunten, vuurspuwen of slangenmens. Fietstrikjes. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Kelvin, aangenaam. Dankjewel dat je er bent. Ja, geen probleem. Ik zie er niet elke dag zo uit. Hey, maar jij kan koulo goed BMX. Ik doe mijn best. Dus, volgend weekend Nederlands kampioen geworden. De beste van Nederland. Hier, hoor je dat? Ja. Nederlands kampioen. Moet hij even laten zien wat hij kan? Ja. Oké. Okay. Hier, ga je goed kijken, Guy? Wow! Ik heb natuurlijk ook een dier in de clip. Dat is leuk. Struisvogel, kameel, varken of een lama? Lama! Oké, okay, we hebben de eerste opnames gehad. Tot nu toe gaat het goed. De alpaca was heftig. Kom, we gaan naar huis lopen. Dit is van de lama. Ja. Eeuw, poep. Gadverdamme. Van wie is dat? Van de lama. Echt, is dat poep? Ja. Of een paar van zijn huisje. Dan moet ik natuurlijk nog een paar mooie vrouwen. Nicolette, Kim Veenstra, Anna Lucien of Gabi Blazen. Ik vind ze allemaal prachtig. En allemaal... Anna aan de clip? Ja. Maar kan die niet morgen naar Upside Down komen? Dat je in het museum even iets schiet? Het is tijd voor nog wat opnames, Guy. De clip is bijna af, maar je hebt natuurlijk een aantal mensen ook nog aangewezen. Dus daar gaan we even naartoe. Je bent het waarschijnlijk alweer helemaal vergeten. Ja. Ja, we dachten we filmen maar even in de Upside Down. Dat is het museum van Anna. Dat was wel zo makkelijk. Ah, hier is de baby! What are you doing? Doe maar. Nee! Help me! Nog wat plekken. Dit is een vuilnisbelt. En een bos, een kippenboerderij en een zwembad. Zwembad. Wijs maar aan. Kippenboerderij. Vuilnisbelt? Zo. Kijk die. Lekker hè, dankjewel. Welke vind jij het lekker? Deze niet. Ik vind die het lekkerst. Wil jij dan deze? Ja. Je bent zo'n lief kind ben jij. Hoe kan dat nou? Waarom? Nee, daar zit poepie. Ja. Hoe vind je de opnames gaan? Goed? Ja. We gaan nu naar de autosloperij. Je wilde, ja dat moet ik even opbiechten, maar jij wilde eigenlijk een vuilnisbelt. Maar die bestaan niet echt meer met allemaal vuilnis. Dus dacht ik, hopelijk is een autosloperij nog beter. Is dat goed? Wat hebben we hier nu?
qua voertuig. Een quad, gouden Lamborghini, trekker en een kleine autootje. Nou, welke mag in de clip? Gaan we samen op de quad? Ja. Ja. Hier, kom eens kijken. Wat is dit? Wat? Oh, joi. Even opzitten. Gruwelijk. Hey, en jullie dachten het is wel even leuk om even langs te komen? Tuurlijk. Wat houdt stunten in? Betekent dat je dan alles kan of dat je... Nou, niet alles, maar wel gewoon op het achterwiel. Je hebt het wel wat vaker gedaan. Ja, dat wel, ja, dat wel. Dutch stuntcasting. Dutch stuntcasting. Als je een keer zoiets nodig hebt... Check the shit. Kijk, een goede clip moet natuurlijk ook een paar bekende Nederlanders hebben. Chantal Jansen, Paul de Leeuw, Romy Montero en Jamai. Jij mag eentje kiezen. Romy? Ja. Doe je mee? Ik ken Romy dus niet, oké? Okay? Met Romy? Hey Romy, met Calvijn. Hey! Is dit iets serieus of komen we in een gek filmpje? Jullie komen zeker in een filmpje, maar het is ook serieus. Maar dat was mijn vraag, of je het leuk lijkt om in de clip te zitten? Ja, tuurlijk. Hey, hier wil een special guest. Eén daarvan is Romy. Hi. Ik dacht, ik kom even op een zaterdagmiddag naar de autosloperij in Osdorp. Ja. Ik ben blij dat ik dit bij jou erdoor heb kunnen krijgen, dat ze dit moet doen. Ja, dan hebben we dit op beeld. Dat is ook voor mij, hè? Ja, dat is toch top. Fantastisch. Hier, allemaal gekke pakjes. Welke pakje moet ik aan? Die aan. Die? Vast ben ik natuurlijk super fashionable, zoals jullie van me gewend zijn. Vandaag is dat even iets anders. Guy heeft namelijk voor mij besloten dat ik er zo uit mag zien. Ziet er vet uit? Nog meer bekende Nederlanders. Patty Bart, Jeroen van Koningsbrug, Bo van Ervendoris, je broer. Nee! Wat wil je? Ja, wat doe je zaterdag? Heb je al plannen? Geen idee, wat wil je? Ik wil graag jou waarschijnlijk de meest virale videoclip van het jaar... Ja. Hey Patty, wat fantastisch dat je mee wil doen. Ja, leuk hè, ja. Weet je een beetje wat de bedoeling is? Helemaal niet, maar dat weet hij wel, denk ik. Ga je me helpen? Wat een bartje zeg. Ja. Patty, wat ga je doen? Ik ga gewoon iemand zijn hersens inslaan. Autosloperij Roy en Ben, dank jullie wel dat we hier even zo los op de kop mochten filmen. Romy bedankt, je bent geweldig. Patty ook bedankt, je bent ook geweldig. Instappen! Normaal man! Wat heb jij? Ik heb dit gepikt! Wat is dat? Houd. Je mag één houden en de ander terugleggen. Welke denk je dat het meeste waard is? 50. Goed gekozen. Je hebt nu 50 in plaats van 2. Ja. Waar zit het geld in je auto? Omdat ik soms een winkelwagentje moet halen bij de Albert Heijn. En dan heb je 50 cent nodig. Wat? Luister even als tegen je praat, ja? Nee. Oh, jij moet sowieso even je gordel om, makker. Het ding slopen. Nog wat BN'ers. Rico Verhoeven, Gerrit Joling, Busy en Wesley Snijder. Rico? Ja? Straks slaat hij mee in elkaar. Wat moet je wel doen? Maar hij is super groot en sterk. Au! Er staat gewoon mijn hand. Hey Rico. Yes. Wat fijn dat we even van jouw tijd gebruik mogen maken. Tuurlijk. Toch wel de belangrijkste videoclip van het jaar. Wie heeft er zin in, of niet dan? Die is een beetje overdonderd. Hoppa. Ja. Kijk. Guy, je krijgt even een lesje, een klein lesje. En dan mag je even kijken of je Rico knock-out kan slaan. Nog een keer. Bam. Bam, nog een keer die. Bam, en deze kant. Bam, zo hé. Hey. Oh, jongen, dankjewel. Ja, jullie bedankt. Ja man, dit is fantastisch geworden. Dit moet je even uitleggen, want dit kende ik nog niet. Ja, nee, dit heb ik in samenwerking met Johnny Doodle hebben we bij de hashtag eigenlijk bedacht. Hashtag I love you, hashtag wetenschap, hashtag ga door. Ja. Whatever, dus we zijn ook te halen bij de Albert Heijn. Ja, ik wil hem even proeven. Als jij deze proeft, dan is hij straks op. 100%. En ik wil wel je oprechte mening, wat je ervan vindt. Heerlijk man. Alsjeblieft, vriend. Mag ik uitdelen aan je broer? Hier, denk je dat het een leuke clip gaat worden? Ja. We zijn klaar! Denk je dat het cool wordt? Rico erin, Anne erin, Patty erin, Romy erin, Lama erin, Quad erin, alles erin. Alles is gelukt. Hoeveel dingen waren het? Ik denk wel 10. We did it. Hey, Guy. Nee. Wat? Nee. Wat? Nee. Je weet niet eens wat ik ga zeggen, man. Ja, wel. Wat dan? Jij bent... kak. Guy, de clip is af. Dat is een belangrijk moment, hé. Zullen we even kijken? Ja hoor. Werk even dat broodje van je naar binnen. Kauwen, kauwen! Mag jij aanwijzen waar ik een clipje moet maken? Je bent een legend for life. Hey, let's... Ik ga weg. Hey, gast, let even op. Legend for life. Let je... Tot nu toe, vind je het leuk? Ja. Maar zeg nou even, Guy, wat vond je nou van de clip? Vond je het leuk? Nee! Zeg maar, motherfuckers.
Luister. De clip staat nu online. Ja, kutkers. Ga hem luisteren op Spotify. Ja, en je moet geld betalen. Nee, is gewoon gratis. Doei. Je mag hem gewoon gratis checken op Spotify. Nee hoor, je moet geld betalen aan ons. Nee, dat hoeft niet. Nee, je moet aan ons geld betalen.